donderdag na afloop van de oefenwedstrijd spraken we elkaar ook even. Toen zei je, even een paar dagen rust. Vanaf maandag gaat het vizier op Utrecht. Hoe is het vanaf dat moment gegaan? Dan ben je bezig met na een paar dagen om weer een beetje op te starten. We hebben maandag één keer getraind, dinsdag één keer, woensdag twee keer. En we hebben ook al tactisch hebben wat gedaan. Maar we moesten nog even wachten op wat kleine klachtjes van spelers. En er is nu nog één twijfelgeval over zijn inzetbaarheid. Dat is Luka Ilić. Dat kunnen we morgen pas beslissen. Die heeft met zijn enkel wat klachten opgelopen. Voor de rest is het weer het vizier op Utrecht. En we hebben ze gisteravond nog een keer kunnen zien. Nee. Want in die oefenwedstrijd, Bos en Dumic kregen echt even rust. Is dat, dat die nodige rust heeft hen goed gedaan? Zeker. Jesse sowieso. Maar dat van beide spelers ook een scan genomen. En bij Jesse dat gaat gewoon goed. Bij Dario was ik bang, want hij had toch wat liesklachten, dat het niet goed zou zijn. Maar gelukkig haalt hij de wedstrijd gewoon. Oké. En volgens mij keerde ook Wout Brama weer terug op het veld deze week. Ja, dat klopt. Alleen we hebben natuurlijk een paar ervaringen al. En dit is wel weer een andere blessure en het gaat hartstikke goed. Maar misschien is Wout bij de selectie, maar we zijn gewoon bang dat het dan net een week te vroeg is. Dus ik hou er ook ernstig rekening mee dat we morgen zeggen Wout volgende week. En nog een goede trainingsweek erachteraan. Niks forceren, nee. Nee. Klopt het dat er ook weer beschuit met muisjes waren deze week of heb ik dat verkeerd gezien? Ja, Isa Abbas, die heeft een zoontje, Abbas junior. Het gaat goed. Dus dat zijn altijd heugelijke feiten. Ja, dat is mooi. We hadden het na die oefenwedstrijd ook even over. Je speelde met een mix van, ook met jonge spelers erbij. Je had het toen over twee plusjes. Je wilde dat nog een beetje voor je houden. Is het in die zin zo dat je dan daarna uit die wedstrijd hen zo, in zoverre een plusje vond, dat daar voor dit weekend we daar iets in kunnen verwachten in de opstelling? Ja, een van de plusjes, dat was Luka Ilić. En dan moeten we maar eens kijken of hij morgen of zijn enkel, en Luka zelf ook, dat hij bij is. En ik was heel benieuwd naar Jaden Oosterwolde, die gepasseerd was. En die heeft dat uitstekend opgepakt en ook in die oefenwedstrijd. Dus dan weet je de twee plusjes nou ook. Okay. Alleen dat biedt verder geen enkele garanties naar spelers toe. Maar ik vind het wel heel prettig om te zien dat jongens bij tegenslag niet bij de pakken neerzitten, maar dat ze gewoon de handschoen oppakken. Wat in ieder geval wel gaat gebeuren is dat er weer wat publiek bij mag zijn. In kleine getalen weliswaar. Maar dus misschien vind jij dat een hele gekke vraag. Want misschien zeg je van nou, daar is helemaal geen sprake van. Maar vecht dat nou nog een soort van aanpassing weer van spelers? Dat je in één keer weer voor publiek speelt na zo'n lange tijd? Ik hoop het. Want het kan maar één aanpassing zijn in dat het veel mooier is. En dat je gesteund bent, dat je publiek weer hoort en voelt. Dat zullen we ook zeker gaan benoemen. Maar ik denk dat het ook echt kan helpen om... we hebben natuurlijk een paar qua resultaten gewoon een hele slechte reeks. We staan 17e in de Eredivisie in 2021. Nou, we worden geen kampioen, maar zo slecht zijn we ook niet. Dat doen we onszelf gewoon tekort. En dat moet anders. Ja, en dan kan het publiek kan ook een aantal procenten gewoon meehelpen om het om te draaien. Ja, is dat dan wel een element wat echt benoemd wordt door jullie in voorbereiding naar zo'n wedstrijd? Dat is ook gewoon zo, man. Het is echt... We houden ons, we moeten het accepteren, we kunnen wel voetballen en dat soort dingen, maar het blijft gewoon vreselijk. En we willen gewoon dat publiek hebben. En in het begin van het seizoen hebben we er een paar keer, 8000 of zo gehad. En ja, toen hebben we ook de punten gepakt. Dus ik reken eigenlijk wel ergens op aanstaande zondag. Tot slot, je zegt, ja, we worden geen kampioen, maar ja, die achtste plek is nog wel een serieuze... Ja, maar die achtste plek, wij gaan ons echt focussen om het om te buigen. En dat begint met je eerste overwinning en dat je ook meer goals maakt. En daar hang je niet zozeer die positie aan. Dat andere, dat zien we dan wel weer. Want zelfs als je niet zou winnen van Utrecht, dan ben je nog steeds in de race. Omdat je hebt Fortuna, je hebt Heracles, RKC, ADO. Dus er zitten nog punten in de toekomst die zijn voor ons weggelegd. Maar tegen Utrecht moet het gewoon beginnen.